Een 19-jarige jongen uit Breda is vandaag veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Hij zou in januari van dit jaar een 16-jarige medescholier met een mes in de wang en in de rug hebben neergestoken op het schoolplein van het Florijn College in Breda. De straf is conform de eis van de officier van justitie.